Nou, vlak voor rust vond ik het wel weer gaan. Maar met name het begin van de wedstrijd was ik niet blij mee. Omdat je voelde dat we het heel lastig hadden en niet echt de grip hadden. Zij zetten goed druk. Daar voetbalden we niet onderuit. Dat kwam door AZ, ook al gedeeltelijk door het veld, hè, wat moeilijk bespeelbaar is. Dus daar was je niet tevreden over. Ik vond dat we de tweede helft die grip wel hadden. Dat we toen ook meer balbezit hadden, dominanter waren. En toen had ik wel een goed gevoel. Today you made the 1500th goal for Vitesse. How does that feel? Yeah, it's a pleasure for me to be a part of the Vitesse story. And I think it was an important goal today. Because in the end we get the 3 points. Hoe belangrijk was deze overwinning? Nou, iedere overwinning is belangrijk. En dit was er eentje op een directe concurrent die boven ons staat. Dus wilde je richting die plekken boven je nog wat doen, dan moest je vandaag winnen. Dat hebben we gedaan. Heerlijk. Als je op voorsprong kan komen en je scoort hem en ook nog terecht. En dan is het gewoon een heerlijk gevoel. Nou ja, goed, je komt op een gegeven moment dan op een voorsprong. Vlak daarvoor vond ik dat we geluk hadden met een uitval van hun dat zij niet scoorden uit die corner die wij hadden. En ja, op het eind dan raakt Roest die bal met zijn hand en voor hetzelfde geld leggen ze hem op de stip. Nou, dat gebeurt dan niet, daar ben je heel blij mee. How important was this victory for you guys? Yeah, because we lost 2 points away in Hamalo. And today home against a tough opponent. And we know they are ahead of us. It was a very tough game today to play. And yeah, I think this is one of the most important victories we had this season. Dat was gewoon moeilijk om voetbal te spelen op dit veld. En AZ zette gewoon goed druk naar voren. Waar het moeilijker was om voetbal, tenminste positioneel spel te spelen. Maar dat hebben we toch af en toe gedaan en we zijn er soms heel goed uitgekomen. En ik denk gewoon dat we het verdiend gewoon hebben. We're not looking for it so early. We're just looking game by game. We try to play game by game. Then we will see later. There were many people on the in the stadium today. How does that feel as player? Yeah, I think we're doing well this last week until now, and I think that's why people are interested to come and support us. And this is a really good feeling when you're playing and you have a lot of people behind you who are supporting you, and it gives you more power to run for them to get the good result for them.